Rudy van der Linden, hoe wordt voorzitter? Het is de bedoeling dat u eerst een aantal jaar gewoon meedraait als stembureaulid, waar je zich gewoon bij ons voor kunt aanmelden. We kunnen altijd mensen gebruiken. Nou, heeft u dat een paar keer gedaan en het bevalt u wel, dan kunt u zich aanmelden voor stembureauvoorzitter. Dan verwachten we wel iets meer van u, dat u goed kunt organiseren, overzicht kunt houden. Want ja, u zit daar op dat moment als heel belangrijke persoon. U bent gewoon de voorzitter daar. U bepaalt in grote mate wat er allemaal gebeurt op het stembureau. Dus je moet wel wat van aanpakken weten. En je moet leiding kunnen geven aan de mensen van het stembureau. En je moet het natuurlijk ook leuk vinden. En het is een lange dag, dus je moet je ook goed tegen kunnen. Ik hoorde net van sommige mensen van 6:30 de 3:00 morgens. Ja, dat klopt. Ja, 6:30 moeten ze hier de spullen ophalen. Dus de stembiljetten en de negatieve kiesregister, wat allemaal noodzakelijk is. Daarna gaan ze naar het stembureau om alles in te richten. Dus om 7:30 het stembureau open gaat, hebben ze al een uurtje ruim op zitten. En om 9:00 als het stembureau dicht gaat, dan moeten de stemmen geteld worden. En dat is altijd een heidens kawaii, ja. Ik heb gehoord dat je niet gescreend wordt. Nee, we hebben geen screening. Zoals voorzitters zijn natuurlijk al wat ervaren leden. We vragen ook altijd wel aan voorzitters, hoe is het gegaan op het stembureau? En daar dat doen we wel wat mee natuurlijk. Het moet wel zo zijn dat we betrouwbare mensen er hebben zitten. Het stembureau lid zit nooit alleen. Er is altijd minimaal een voorzitter en 2 leden aanwezig. Vaak zijn er meerdere leden tegelijkertijd aanwezig. Dus daar bouwen we op. Ja. Zijn er wel eens problemen op een stembureau? Nee, we hebben niet echt problemen gehad. Natuurlijk hoor je naderhand wel liever van, goh, ik werk niet zo fijn samen met die. Kan die misschien, bepaalde combinaties komen soms niet echt lekker uit. Mensen kunnen dat aangeven en dan proberen met de volgende verkiezing rekening mee te houden. Dat mensen overal wel een goede dag hebben. Je hebt ook stembureauleden die zeggen, we willen graag weer met hetzelfde groepje zitten. Nou, als dat een groepje is wat goed functioneert, dan houden we dat ook zo, voor zover het kan. Als stembureauvoorzitter maakt het niet uit wat voor kleur je hebt. Het is juist de bedoeling dat je daar neutraal bent. Je zit als voorzitter van het Centraal Stembureau en je bent geen persoon van de partij op dat moment. Daarom hebben we ook geen mensen erin zitten van de politieke partijen en zeker geen mensen die op de lijsten staan. Maar die mensen hebben natuurlijk wel een voorkeur. Mensen hebben wel een voorkeur, maar op dat moment ben je daar neutraal. Je bent daar namens de gemeente en je bent daar niet namens een partij. En je mag ook geen kleding aan hebben van partij X of Y of Z. En mensen moeten ook zich aan houden en niet, geen uiting geven aan hun politieke kleur. Zijn er wel problemen met de kiezers? Niet echt problemen. Je hebt wel kiezers die bepaalde vragen stellen of die misschien inderdaad wel willen flyeren voor hun partij. Nou, we hebben zoals een presentatie hebben uitgelegd vandaag duidelijk gemaakt. Dat mag niet. Je mag niet in het stembureau nog campagne voeren. Daar heb je nu ruimschoots de tijd voor tot de verkiezingsdag. En dan kan dat niet meer. En inderdaad, mensen die echt hulp nodig hebben, die mogen geholpen worden. Natuurlijk hou je als stembureau, moet je wel in de gaten houden van gaat die hulp wel goed. Als je al het gevoel hebt van, dat klopt misschien niet, dan moet je op dat moment als voorzitter en als stembureaulid zeggen van, zullen wij eventjes de kiezer gaan helpen.